22 oktober 2004 tot 22 oktober 2019. Het is vandaag precies 15 jaar terug dat het 10 minuten jeugdjournaal in Suriname is begonnen. Daar hoort natuurlijk een feestje bij. Piep, 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 piep! Hoeré! En ook, u kijkt naar het jeugdjournaal, hè? Ja. Oké, dan. In het kader van de jaardag hebben medewerkers van het 10 minuten jeugdjournaal bij dresscode aan de Domineestraat taart uitgedeeld aan voorbijgangers. Het jeugdjournaal is speciaal voor kinderen van 10 tot 14 jaar en is opgericht door Henna Draaibaar en Eddie Wijngaarde van Stichting De Backlot. Draaibaar zegt dat zij met heel veel plezier terugkijkt naar de afgelopen 15 jaar. Een programma dat we begonnen zijn, Out of Nothing, met mensen die geen idee hadden hoe ze kinderprogramma's maakten. We hebben mensen getraind, we hebben mensen opgeleid en uiteindelijk zijn we nu 15 jaar oud en we hebben laten zien dat Suriname een programma als het 10 minuten jeugdjournaal verdient. Toen wij in 2004 begonnen, waren we samen met Afghanistan en Zuid-Afrika. Daar zijn de programma's al verdwenen. Er zijn wel nieuwe jeugdjournaals bijgekomen en er zijn ook wel andere jeugdjournaals afgegaan. Maar de constante factor in dit instituut, dat zijn wij toch wel. En ik moet je zeggen, het is niet makkelijk. Want ik zeg tegen iedereen, het jeugdjournaal verkoopt geen brood, geen nasi, geen bami. We verkopen niet de spijkerbroeken. We verkopen nieuws. En dat verkopen we niet. We maken het en we geven het. Dus om dit programma in stand te houden, hebben we altijd steun van anderen nodig. Het blijft moeilijk, want je wil als nieuwsprogramma onafhankelijk zijn. Je wil alles kunnen maken, alles kunnen zeggen, alles kunnen filmen. En daar is niet altijd iedereen blij mee. Dus niet iedereen wil je daarom geld geven. Maar gelukkig is er een hele groep die zegt, we vinden het belangrijk dat kinderen hun mening geven. En zeggen wat ze vinden, voelen, denken, weten over bepaalde onderwerpen. Draaibaar is altijd trots erop geweest dat het jeugdjournaal zich heeft weten te onderscheiden van de jeugdjournaals in de wereld. Dat is volgens haar duidelijk te merken aan de vele awards die het 10 minuten jeugdjournaal in de afgelopen jaren heeft gewonnen. Zij is er ook trots op dat de Backlot vele jongeren heeft mogen opleiden. Het jeugdjournaal zal daarom ook altijd relevant blijven, benadrukt Draaibaar. Elke dag gaat er nieuws zijn. Alleen zeg ik altijd, laten we het vasthouden zoals we het doen. Als wij jeugdjournaal een programma maken, dan zeggen we, kinderen zijn altijd winnaars. Want we maken het voor hun. Dus ook als een kind ziek is en heel erg ziek is, dan laten we niet die kant zien van het kind dat heel erg ziek is. We laten juist de kant zien van het kind dat vecht om beter te worden. Ze zijn altijd winnaars. En kinderen hebben het recht om alles te weten. Ook wanneer wij grote mensen denken dat het niet belangrijk is voor hun. Dat hebben we in de afgelopen 15 jaar gezien. Ze praten over de stijging van de brandstofprijzen. Ze praten over de devaluatie. Ze praten over infectieziektes zoals dengue en chikungunya. Ze praten over brood, over melk. Ze praten over sport, over muziek, over cultuur. Onze kinderen praten over alles. Onze kinderen zijn niet anders dan kinderen in de hele wereld. Onze kinderen zijn fantastisch, want zij kijken naar dit programma. Tot zover Henna Draaibaar, directeur van het 10 minuten jeugdjournaal. We spraken haar vanmiddag naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het jeugdjournaal. In het kader van de jaardag hebben de medewerkers mensen in de binnenstad getrakteerd.